Vandaag gaan we Call of Duty Black Ops 3 spelen als een ninja namer met de Furious Song zwaard die ik een paar dagen geleden natuurlijk in de supply heb gekregen. Dus we gaan nu een potje zoeken en gaan kijken of ik een goede ninja ben in Call of Duty Black Ops 3. Dus let's go. Oké, we zijn dus een ninja zoals je ziet. We hebben de Furious Song aanstaan en ik speel gewoon met perks waar ik best wel stealthy mee ben. Ik heb natuurlijk trekken aanstaan zodat ik de enemies kan zien lopen. En ik gooi mijn stun al helemaal verkeerd. Oh my fucking god. Ik hoorde hem aanloop komen lopen. Maar ja, zoals je natuurlijk al weet, je wordt niet heel erg ver gelounged in deze game als je iemand probeert te knifen. Dus dat is ons nadeel. Ik heb ook een combat axe aanstaan. Dus dan misschien nog mijn enige geluk waar ik dan een kill mee kan maken. Ook maar één. Let's go. Oh mijn rug. Holy shit. Ik ben helemaal niet goed in dit soort gameplays neer te zetten, dus blame me niet als ik niet goed ga, want ik kan gewoon niet zo spelen, wou ik zeggen. Daar ben ik gewoon totaal niet goed in. Ik moet gewoon heel erg op mijn geluid letten. Jezus, ik hoor hem lopen, maar ik ben gestunt. Waar is hij? Kut, ik ben de lul. Ja, ik ben de lul. Oh, ik wou eruit in de map springen daar. Als ik de oude map kon springen, dan had ik daar best wel geluk mee natuurlijk. Dat kan daar. En ik ben weer dood. Fuck my life. Ik ben hier zo slecht in. Dit wordt echt een rampen gameplay. Maar dan weet je natuurlijk ook gelijk weer dat ik geen ninja goed. Geen goede ninja ben natuurlijk. Oh, let's go. Jou heb ik ook. Ik heb de heatwave. Kom op, kom op, kom op. Bam! Kut, ik had scavenger aan moeten zetten. Had ik die granaat op kunnen pakken. Mijn combat axe, et cetera. Kut. Lekker weer bij nagedacht, Chesto. Oh, ik heb hem nog! Let's go! Ik heb mijn UAV binnen. Dat betekent dus dat ik gewoon een bloedteur shield ermee. We moeten dus gewoon rustig spelen. Want als wij dus onze stuns gewoon kunnen gebruiken. En we hun stunnen. Loopt iemand, loopt iemand. Teammate had hem al. Lekker teammate. Die gebruikt dus butterfly knife. Oké, er komt er één. Kut, ik ben zo'n retard dat ik erop afga. Het is een 8 om 5. We staan nog positief. Oh, mijn stem toch even over, Jezus. Sniper daar. Teammate, ik sta vast! No, fuck my life. Ik ga echt geen goede score met dit niet halen. Neerzetten. Kut. Chester, wat doe je, man? Hoe wist hij dat? Ik weet dat ze hierboven zit. Ah, wat een kuthond. Wat een mogol. Zijn echt... Hem ga ik echt pakken nu. Hier, dat is één. Gewoon die stun. Hoe kon ik hem missen de eerste keer? Kom op, kom op. Draai niet om. Ik heb toch ghost, ik heb toch ghost. Kom hier. Bloedthirsty, let's go. Holy shit! Dit moet je dus hebben. Bam, 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 bam. Waar is hij? Waar is hij? Hij is hierheen. Oké, ik moet dit slim gaan spelen. Heel snel hierheen. Bam. Fuck my life. Hij ziet mij! Hij zit in mijn rug! Oh my god. Ik heb ook echt geen geluk met deze... Met deze aflevering, hoor. Het MS hebben een HDXD en kijk. Dat zijn zulke motherfuckers die campen daar. Tja. Jammer, joh. Je slaat ook zo vaak mis. Terwijl je gewoon raak moet schieten. Of raak moet zwaaien eigenlijk. Ik weet niet eens hoe je dat moet zeggen. Maar ja, teammate. Wauw, je bent echt een slecht mogol.
Hij killstealed me terwijl ik gewoon echt in die lounge zat. Wat is die binnen? Kom. Teammate verkloot het weer. Hij gaat dood. Waarom gaat dit niet raken? Ik sta 15 om 11. Wat slecht dit. Ik ga nog een keer hiermee spelen. Beloofd, ja? Laat even in de comments weten of ik hier nog een keer mee kan spelen. Ga ik even gewoon een beetje dit onder controle leren te krijgen. Want het is de eerste keer dat ik überhaupt met een melee wapen speel in dit spel. Dus... En ik ben zo scheef. Leg mij uit waarom ik hier misla. Leg mij dat eens even uit. Ik launch zo. Blijkbaar gaat dat, is dat niet raken. Het zal allemaal wel. Oké, nou die ga ik niet. Die ga ik allemaal niet challengen, wou ik zeggen. Luister. En hij heeft een purifier. Fucking hell. Ik ben ook al echt gewoon een paar keer doodgaan door die purifier, hoor. We hebben nog een UAV. Oké, okay, nou, zit hier. Je hebt het slecht. Hij pleurt van de map af. Kom op. Bam. Zo doe je dat. Heatwave is hier heel goed voor. Je kan ook, denk glitch gebruiken. Ik denk dat ik volgende keer glitch ga gebruiken. Mocht het niet zo goed gaan, dan kan ik nog snel wegjumpen namelijk. En overdrijven denk ik wel handig. Zo, ik zit erg voorover ook. Jezus. Kom op. Lekker teammate. Thanks. Ik hoorde hem al aankomen lopen. Vandaar dat ik even daar ging hiden. Kut. Oh mijn god. Nee! Oh, wat doe ik? Nee! We rennen heel de fucking map rond. Met dit ding. En dan plukken we later af. Fucking hell. Ik hoor ook de hele tijd van die kutgeluidjes van die crossbow. Dit is een teammate die ik daar hoor. Doe je ding. Hier. Oh, fuck my life. Wat is mijn score? 21-5. Ik ga wel positief dood, maar ja, hey. Ik ben hier gewoon niet goed in. Dat heb ik al toegegeven. Ik kan gewoon... Ik zit hier nog een. Niet? Oké, dan niet. Nevermind. Oh, we hebben wel verloren, maar dat maakt niet uit natuurlijk. Ik ga dit nog een keer doen. Ik beloof dat ik hier beter in ga worden. 22-15 is mijn eindscore. Maar het is toch wel positief in ieder geval. Dus, mocht je natuurlijk genoten hebben van deze video, laat dan je blauw duimpje omhoog achter. Dat is natuurlijk enorm. En dan hoop ik jullie te zien bij de video van morgen om 3 uur precies. Dus bedankt voor het kijken en tot morgen jongens. Doei.